Fortnite, Tetris 99, Pokémon Quest, Asphalt 9 Legends, Realm Royale, Warframe, Dauntless, Brawlhalla, Super Kirby Clash en Paladins. Dat zijn de gratis games voor de Nintendo Switch die ik je in 2020 aanraden. Maar het is nu 2024 en er zijn een hele hoop mooie nieuwe gratis games voor de Nintendo Switch bijgekomen. En in deze video zet ik weer 10 gratis toppertjes op een rijtje voor je. Dus doe een duimpje omhoog als je van gratis games houdt en vergeet niet te abonneren als je Nintendo tof vindt. En laat in de comments weten welke game jij sowieso gaat spelen. De eerste waar ik het over wil hebben is Palia. Deze game is een soort van mix tussen Animal Crossing, Disney's Dreamlight Valley en Warcraft. Ja, want het haalt al het schattige vooral uit Disney's Dreamlight Valley en een beetje uit Animal Crossing. Want ook in deze game bouw je je huis of een tuintje, heb je gewoon een leuke tijd in de wijde wereld door rond te lopen en zorg je er eigenlijk voor dat je gewoon volledig tot rust komt. Je zal niet hoeven vechten. Het enige wapen dat je gebruikt is een boog om te jagen en misschien een hengel om te vissen. En voor de rest draait het allemaal om het bouwen van jouw ideale wereld. Maar waar Palia wel heel erg uniek in is, is dat je dit niet alleen doet, maar met vrienden. Of gewoon met random mensen online. Palia is gewoon de ideale game als je even lekker wil ontspannen, rustig aan wil doen en niet te veel actie wilt in je games. De tweede game is Disney Speedstorm. Er zijn natuurlijk al talloze Mario Kart clones, zoals de race game van Crash Bandicoot, Nickelodeon en Sonic. En nu is er weer eentje bij, Disney Speedstorm. Maar Disney Speedstorm is gratis. Onder andere Mickey Mouse en Donald Duck gaan met elkaar de strijd aan. Maar je hebt ook andere verrassende characters, zoals Elizabeth Swan van Pirates of the Caribbean. En dan denk je, hoe kan zo'n game nou gratis zijn? Dat komt omdat net als in Fortnite Disney Speedstorm een battle pass heeft waar je voor moet betalen. Hiermee ontglender je allerlei vette cosmetics voor je cards en voor je characters. Het enige kritiekpuntje is dat er ook wel een klein pay-to-win element in zit, want in de game level je ook je characters en je cards en ja, daar word je dus wel echt beter van. Je hoeft ze niet te kopen, maar als je het wel koopt, dan ben je net iets sneller, iets beter. Al met al speelt deze game wel heel erg lekker en is er gewoon weer een leuke nieuwe Disney game bij. De derde game is een van mijn favoriete games, Overwatch 2. Er valt natuurlijk ook genoeg negatiefs te zeggen over Overwatch 2. Ik bedoel, Blizzard heeft niet echt waargemaakt wat ze zeiden dat ze zouden gaan doen met Overwatch, zoals een PvE-mode. We hebben eigenlijk een halve nieuwe game gekregen. Maar als die eerste game al goed is, ja, dan is dit ook gewoon dikke prima. Inmiddels zijn er al bijna 40 verschillende heroes in Overwatch 2 en elke hero heeft zijn eigen specialiteiten. Je hebt de tanks die het voortouw moeten nemen, 2 DPS'ers die vooral voor de damage moeten zorgen en daarnaast 2 supports die het team in leven moeten houden. Het is essentieel dat je een goede balans hebt tussen elke spelers, want als er 1 of 2 spelers zijn die er niet bij passen of niet goed spelen, dan ga je gewoon niet winnen. Daarom is het het allerleukste om Overwatch 2 met vrienden te doen. De game is dus volledig gratis en hier zit gelukkig geen pay-to-win element in. Met echt geld ontgrendel je alleen skins en andere leuke customization voor je characters. Oh, en Overwatch 2 is een shooter, maar het draait niet om de kills. Je moet zorgen dat je de payload vooruit duwt of lang genoeg in een gebied staat zodat jouw team daar punten kan scoren. Ik heb eigenlijk 1 tip voor Overwatch 2. Ga gewoon niet dood. Sky, Children of the Light, is denk ik wel het mooiste spelletje wat in deze lijst staat. In deze game ga je op zoek naar verborgen werelden in de lucht. Je moet er allerlei kleine mini-puzzeltjes doen. Het is eigenlijk gewoon echt een adventure game. Maar het leuke is dat dit tegelijkertijd een multiplayer game is. Tijdens jouw avontuur zie je allerlei soort van spookjes om je heen die misschien wel zelfs opdrachten voor jou gaan uitvoeren. En dit zijn echte mensen die ook de game spelen, net als jij, en op precies hetzelfde punt zijn als jij in de game. En dat maakt de game wel echt uniek. Doordat je dus continu andere spelers in je wereld ziet, voelt dit ook echt als een gedeelde ervaring. Het lijkt er ook op dat je dit gewoon samen aan het spelen bent met mensen van over de hele wereld. Nou ja, dat lijkt niet zo. Dat is zo. Tijdens het spelen zal je ook bepaalde gestures, dat zijn bewegingen, leren. En met die bewegingen kan je elkaar dus ook helpen. Je kan wijzen naar welke plek je naartoe moet en dat soort handige dingetjes. Dit is niet zomaar een 3D-platformer. Dit is een hele bijzondere game. En ik hoop oprecht dat jij deze game nog niet kent en vanaf nu gaat spelen. Veel plezier met Sky Children of the Light. Yeah!
En de volgende game is een game die jullie allemaal al wel kennen, denk ik. Pokémon Unite. Twee teams van vijf nemen het tegen elkaar op. Je begint allebei aan één kant van de arena en die ziet er ook aan beide kanten hetzelfde uit. Als je wilde Pokémon verslaat of tegenstanders verslaat, krijg je van dit soort balletjes. En met deze balletjes kan je punten op de helft van je tegenstander slopen. Wie uiteindelijk de meeste punten heeft gesloopt, wint de game. Ik heb best wel veel Pokémon Unite gespeeld, tot op het punt dat ik te veel met random mensen moest spelen en het eigenlijk gewoon altijd heel slecht ging. Ja, ook deze game wil je eigenlijk gewoon met vrienden en een headset op spelen. Want als jij dit samen met vier vrienden speelt, dan ben je in veel potjes gewoon onverslaanbaar. Kies je favoriete Pokémon met zijn eigen unieke vaardigheden en zorg voor een gebalanceerd team en zorg dat je die potjes wint. Want dan blijft Pokémon Unite heel erg lang leuk. Voetballen met auto's? Dan weet je al over welke game ik het nu heb. Dit is Rocket League en ik snap eigenlijk niet dat deze niet in mijn vorige video zat waarin ik het over gratis games had. Misschien was die nog niet uit of misschien was die nog niet gratis, ik weet het niet. Maar dit moet wel een van de beste gratis games ooit zijn. Je rijdt in autootjes rond op een voetbalveld en je moet gewoon zorgen dat je met je auto doelpunten maakt. Wie de meeste doelpunten maakt aan het einde van de wedstrijd wint. De autootjes zien er allemaal anders uit, maar ze zijn precies hetzelfde. Dus er zitten geen tactische voordelen aan de autootjes, maar er zit wel een behoorlijke learning curve in. In het begin zal je vooral kleine jumps maken en over het gras rijden, maar de echte professionele spelers die vliegen me toch een partij door de lucht en die maken me toch gekke doelpunten. Voordat je dat kan, heb je behoorlijk veel moeten trainen. De game is inmiddels al aardig uitgebreid en heeft niet alleen meer de standaard voetbalarena's. Nee, er zijn ook heel veel andere arena's en modes om te spelen. Gegarandeerd fun met vrienden. We gaan even terug naar Battle Royale games. Want in de vorige video zaten Fortnite en Realm Royale, maar Apex Legends zat daar nog niet in. Apex Legends is misschien de iets volwassenere Battle Royale game. En in tegenstelling tot Fortnite hebben deze characters wel unieke abilities. Elk karakter verschilt dus van de ander en daarin lijkt het dus wat meer op Overwatch. Maar in deze game draait wel alles om de kills en moet je er gewoon voor zorgen dat jij als laatste overblijft. Alleen of met je team. Apex is inmiddels ook al een behoorlijke tijd uit en nog steeds populair onder best wel veel gamers. En we blijven even in de shooters, maar dit is een heel andere shooter. Frag Pro Shooter. Oftewel, je bent als een professional allemaal granaten aan het rondschieten. Frag Pro Shooter is ook een mobile game, dus verwacht er niet te veel van qua mechanics en controls. Maar soms is dat ook wel eens lekker voor dit soort gamepiece. Je speelt in een kleine kleurrijke arena 5 tegen 5. Je hebt dezelfde beschikking over 5 characters, maar je kan er maar één tegelijkertijd besturen. En je switcht tussen characters op het moment dat je doodgaat. Ook hier hebben de verschillende characters verschillende abilities. Dus je moet wel een beetje leren welke abilities bij welke karakter horen. Bovenin zie je twee getallen, een blauw en een rood getal. En het getal wat het eerst op 0 staat, dat team verliest. Frag Pro Shooter is in eerste instantie best laagdrempelig, maar je hebt best wel een tijdje nodig om een gebalanceerd team bij elkaar te zoeken. Oftewel, zeker het proberen waard. Want hey, hij is toch gratis. Ja, wat moet ik over Fall Guys zeggen? Ik weet zeker dat jij deze game al kent. De poppetjes in deze game lijken op bonen en je begint aan een parcours en je moet eigenlijk gewoon naar het einde van het parcours lopen. Dat klinkt heel simpel, maar deze boontjes die zijn niet altijd even makkelijk te besturen. Plus, jij kan met jouw boontje andere boontjes behoorlijk in de weg zitten. Er zijn ook levels waarin je tot het laatst over moet blijven. En dat doe je dan vaak door de ander van een platformpje te duwen of ervoor te zorgen dat de andere boon niet kan springen. Oftewel, dit is een geweldige troll game. Ook weer in Battle Royale vorm, want als jij de nummer 1 plek weet te bereiken, dan krijg jij een kroontje. En kroontjes verzamelen is soms frustrerend en soms het allerleukste om te doen. Tray Races is de laatste game in dit lijstje. Het is heel simpel. Jij hebt een tray, een soort van plank die je onder je voeten doet. En je moet ervoor zorgen dat je zo snel mogelijk van de berg afglijdt. Ja, het voelt een beetje als snowboarden, maar dan op een noob manier. Zorg dat je als eerste over de finishlijn komt of de allersnelste tijd neerzet en jij wint. Elke race begint met 5 minuten waarin je eventjes kan oefenen. Na die 5 minuten word je met z'n allen bij elkaar gegooid en degene met de snelste tijd wint uiteindelijk. Dit is een superleuke game voor creators om samen met hun community te doen. Dit waren mijn 10 tips voor gratis games in 2024 voor de Nintendo Switch. Vond je dit nou een leuke video? Gooi dan wat support door een duimpje omhoog te doen en te abonneren. En nogmaals, laat in de comments weten welke game jij sowieso gaat spelen. Misschien speel ik een van deze games ook wel op Twitch tijdens een livestream waarin jij mee kan doen. Dus volg me ook op twitch.tv/rickatju. Mazzel!